is hier rechts, naar achteren zijn ons ogen. Zeg Jochem, ik heb een cadeautje voor je. Een cadeautje voor me? Ja, ik vond het zo leuk dat ik bij jullie mocht komen. Hé, hey, wat leuk. Een cadeautje, meestal krijg ik dat na afloop. Wat is dit? Laat maar open. Een sigaar. Mm-hmm. Leuk. Maar ik rook eigenlijk niet, hoor. Ja, probeer maar dan... het nou eens een keertje. Nu meteen? Ja, nu. Oh. Nou goed, als je er dan echt op staat. Ik bedoel, roken is slecht, maar een cadeautje, ja, dat vind ik wel leuk. Dan heb ik het toch een keer geprobeerd. Heb je vuur? Ja. Nou, verraken. Oké. Okay. Dat dacht ik al. Hier een sigaar, rook hem maar meteen op. Een klapsigaar. Waarom doe je dat nou? Huh? Gewoon is leuk. Je vindt het leuk? Ja. Nou, het is dat ik van een grapje hou. Daar heb je geluk bij. En het is dat ik, zit ik nou te denken, want je hebt natuurlijk niet van niks gedaan. Dat het met je vraag te maken heeft ook, hè? Ja. Toch? Want wat wil je weten? Hoe komt het dat de vuurpijl pas in de lucht ontploft? Zou ook kunnen vragen hoe werkt de klapsigaar, maar dat weet ik niet. Laten we maar snel op zoek gaan naar het antwoord op jouw vraag. Ja. Ik zal mijn beeld, joh. Meneer Hofmeester, Willem Wever is present. Nou, wij kennen elkaar al. En dit is nou Martijn. En Martijn heeft een goed gevoel voor humor. Maar buiten dat heeft hij ook nog een hele intelligente vraag. Hoe komt het dat een vuurpijl pas hoog in de lucht ontploft? Nou, dat kan ik je wel vertellen. Maar dan moet je eerst iets weten over hoe vuurwerk wordt gemaakt. Ik stel voor dat we de fabriek even ingaan. Oké. Okay. Ja. Jouw vraag ging over vuurwerkpijlen. Ja. Mm-hmm. Maar we maken vuurwerkbommen. Bommen? Dit is het groot vuurwerkmagazijn. Hier liggen wel 500 soorten vuurwerk opgeslagen. En hier is het denk ik verboden om met sigaren te roken. Dat zou ik hier niet doen. Nee. Zijn dit nou vuurwerkbommen? Ja, dit zijn cilinderbommen. Deze grote die hier ligt, dat is een bom die in 3 etages ontploft. Dus 3 keer kleuren en een zware slag. Dit is een gouden bom met zilver zwermertjes na afloop. En dit is een spinbom met hele lange poten. Die zou uit elkaar vallen. Ja. Nou, het klinkt allemaal prachtig, meneer Hofmeester, maar ik moet toch even terug naar de vraag van Martijn. Hoe komt het dat hij pas in de lucht ontploft? Juist. Nou, hier zie je de 4 verschillende vormen, de 4 verschillende fasen waar een bom gemaakt wordt. We beginnen met de kartonnen nap en daar doe ik een handjevol sterren in. Dat zijn die kleurige sterren die je bij de ontploffing aan de hemel ziet. Dit is één zo'n lichtstreepje? Dit is één zo'n lichtstreepje. Ja, die gaat in de nap. Die gaat in de nap. Dan komt er een tijdvertrager op en dat is het hele geheim van jouw vraag. Maar die bewaar ik nog even. Oké. Okay. Als we hem zover hebben afgemaakt, dan wordt hij omwikkeld met touw. Om een stevig omhulsel te krijgen. Ja. Dat begrijp je, hè? Ja. Vervolgens gaan we hem nog een keer inpakken en nog een keer een touwwindsel omheen doen. Zodat hij nog meer stevigheid krijgt. En we brengen het lontje aan. Dat is het lontje waarmee je de bom aansteekt. En als laatste plaatsen we daaronder de kruidzak, zodat hij, als hij in de mortier zit, omhoog kan gaan. Ja. En in de volgende fase, zoals je hem hier ziet, is hij helemaal klaar. De lont steekt er nog uit. Ja. En geen stokje? En geen stokje, want het is geen vuurpijl. Nee, maar hoe gaat hij dan wel de lucht in? Ik bedoel, je kan hem toch niet zomaar op de grond neerleggen? Nee, hij wordt afgevuurd vanuit de mortier. En dan moeten we even daarheen lopen. Aha, ik begrijp het al. Dit is een grote koker. Ja. Mm-hmm. En deze past precies in die koker. We laten hem helemaal tot aan de bodem zakken. En als we hem nu zouden ontsteken, dan wordt hij eruit gestoten. Ja. Maar nu moet ik nog bij je. Nu moet ik je vraag nog beantwoorden. Ja, dat weten we nog niet. De eerste explosie onderin de mortier komt door het kruidzakje wat onderin zit. En als het ontstoken wordt, krijg je druk onder de bom en er wordt uit de mortier gedrukt. Tot wel 100 meter hoog. Ja. Maar gelijktijdig krijgt de vertrager vuur. En die kan je hier weer zien. Dit is de vertrager die het vuur naar de springlading geeft.
En als hij dan op zijn hoogste punt is gekomen, de bom, daar spat hij uiteen in kleurige stralen. Ja. Dus als ik het even samen mag vatten, ga beter maar als het niet klopt hoor. Lont gaat aan, het vuur komt eigenlijk op hetzelfde moment boven als beneden. Ja. Maar eerst gaat dit kruid aan, dus die zorgt ervoor dat hij in de lucht komt. En de lontvertrager zorgt dat hij pas 3 seconden daarna, na die ontploffing, ook nog eens een keertje in de lucht ontploft. Uit elkaar springt. Uit elkaar springt. Dat klopt toch, hè? Ja. Nou, dan heb ik het begrepen. Heb jij het ook begrepen, Martijn? Ja. Mooi, hè? Nou, Martijn, wil jij het einde van het lontje aansteken? Ja. Voorzichtig, hè? Kijk, ja, daar gaat-ie.